De meesterdief. Naar een sprookje van de gebroeders Grimm. Mijn liefste. Mijn liefste. Pas je goed op. Ons kind wil een vader, hè? Ik kom snel terug, Nele. Heel snel. De kandelaar en het tafelzilver. Voor de smid en 3 dukaten voor de boeren, dat weet ik toch, lieverd. Nele, ik weet niet of nee. Ik... Wat je doen moet, dat moet je doen. Dit zal je beschermen. Ik wacht op je. God zij met u. God zij met u. God zij met u, edele heer. Waarmee kunnen wij u helpen? Helpen? Mij? Dat is me te veel. Er is anders wel iets waar ik me op verheug. Al vele jaren. Ik wens me niets meer dan nog 1 keer dat heerlijke aardappelgerecht te eten. Aardappelen? Zoals wij ze het liefst eten. Daar verheugt u zich op? Als een zwerver in een woestijn. Wees onze gast dan, alstublieft. Wat een mooie tuin heeft u. Ja. U doet dit allemaal zelf? Ja. Ja. U heeft geen kinderen die u daarbij zouden kunnen helpen? Ik had een zoon. Die is al lang geleden de wijde wereld ingetrokken. En hij kwam nooit terug. Hij was een eigenzinnige jongen. Slim, maar omslachtig. Wilde nooit iets leren. Altijd kattenkwaad uithalen. Hij luisterde naar niemand. En toen liep hij dus weg. Sindsdien hebben we niets meer van hem gehoord. Zeg eens, waarom bindt hij die oude knoestige boom daar ginder niet ook aan een paal, zodat hij net zo groeit als die andere? Die boom is oud en knoestig. Die kan niet meer mooi recht groeien. Bomen moet je stekken, zolang ze nog jong zijn. Net als bij uw zoon. Had u hem opgevoed toen hij nog jong was, dan was hij niet weggelopen. Nu zal hij wel oud en knoestig geworden zijn. Ja. Hij zal wel veranderd zijn. Zou u hem nog herkennen? Als hij nu voor u stond? Zijn gezicht vast niet. Hij heeft een moedervlek. Een bijzondere moedervlek. Zo groot als een boom. Op zijn schouder. Zo
Zo een? Robert, mijn jongen. Jij bent dus teruggekomen. Hoe kun jij onze zoon zijn? Je bent een voornaam man geworden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? De jonge Bon was niet aan een paal gebonden en is krom gegroeid toen. Vader, ik ben een dief geworden. Een dief? In Gods naam. Een dief? Ja, maar ik steel niet als gemene dief. Ik ben een meesterdief. Ik kan ieder slot open krijgen. Wat ik graag wil hebben, is van mij. Maar ik steel alleen van de rijken, niet van arme mensen. Een dief blijft een dief. Ik zeg het je. Het loopt nog eens slecht met je af. Ook als hij een dief is, Heinrich. Onze ogen hebben hem nog een keer gezien. Na alles wat er gebeurd is... Je moet hier weer weg. Het liefst zo snel mogelijk. Want als onze graaf, jouw peetvader, erachter komt wat jij doet en wie jij bent... zal die je niet in je armen nemen en je vasthouden zoals hij dat deed toen je gedoopt werd. Nee, hij zal je de galgenstrop omdoen. Maak u niet druk, vader. Er zal mij niets gebeuren. Ik versta mijn vak goed. Ik ga vandaag nog naar de graaf. Naar de graaf? Doe dat niet. Doe dat niet, dat wordt nog je ondergang. Lieve professor... Met alle respect van de wereld. Maar waarom moet mijn kind van u leren dat er bepaalde slechte volken bestaan... die wonderlijke en vele goden vereren... terwijl wij toch weten dat er maar één god bestaat? Of dat er bepaalde landen zijn... waarin de mannen er meerdere vrouwen op na mogen houden? Mijn dochter zal met een graaf trouwen... en zij zal zijn enige vrouw zijn. Of dat er stammen bestaan waarin alles van iedereen is. Die leven zonder heerser... Vele goden geen heerser. Waar moet dat heen? Desondanks, hij is een geleerd man. Hij zal wel weten. Waarom verontrust en verward u mijn dochter... met allerlei verwarringen en misvattingen van het menselijk ras? Uw dochter, heer graaf, wil weten... hoe het er in andere oorden op deze wereld en bij andere mensen aan toe gaat. Ze vroeg het mij en ik heb haar geantwoord zo goed als ik kon. Dat klopt, lieve vader... Ik leer graag en veel bij de professor en ik ben daarvan beslist niet in de war. Daarvoor ben je nog veel te jong, Josephine. Deze lessen leiden alleen maar tot onrust. Je vader maakt zich zorgen, Josephine. En uw professor leert haar van nu af aan alleen nog maar wat er in ons leerplan staat. Niet waar? Nee. U verdwijnt nu van hier, beste professor. En wel meteen. U pakt uw boeltje en laat zich hier nooit meer zien. Nooit meer. Het spijt me werkelijk heel erg. Josephine, voor jou. Vaarwel. Tot nooit meer ziens. Ho, 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 ho. Jij gaat het onderwijs van onze dochter weer voor je rekening nemen, net als vroeger. Ja, Gustav, dat is het beste. Waarschijnlijk. Natuurlijk is dat het beste, ja? En met deze onzin is het nu afgelopen. Thank you.
Ik kom voor de graaf. Een maal zoals de hemelse vader niet beter kon geven. Een goddelijke droom. Wie stoort? Een heer, graaf. We zitten te eten. God zij met u, grote Gustaaf. God zij met u. Wat wilt u? Herkent u mij niet? Ik ben het, Robert. Robert? Uw petekind. Robert. De Robert. Robert, Robert, dat komt me bekend voor. Een statige edelman is het. Jouw petekind, Gustaaf. Mijn God. Al als kind, gravin, heb ik uw schoonheid bewonderd. Wie is deze man, beste graaf, die ons met zijn aanwezigheid vereert? Vereert? De vleesgeworden ondank is hij. Hij weigerde bevelen op te volgen en voelde zich te goed om voor mij te werken. Een boerenlummel. Je stond zo hoog in mijn achting. Waarom kom je nu terug als edelman? Ik sta hier voor u en wil graag dat u als mijn peetvader en beschermheilige, dat u weet wat er van mij geworden is. Ja. Ik ben een dief. Een meesterdief. Beste graaf, dieven moeten hangen. Misschien kan hij wel biechten en iets doneren voor de kloktoren van onze kerk. De galg is de juiste straf voor jou. Maar omdat je mijn petekind bent, zal ik genade voorrecht laten gelden. En jou heel voorzichtig behandelen. Je schept op een meesterdief te zijn. Goed. Ik zal nu dus jouw kunst op de proef stellen. En als jij deze proef niet doorstaat, dan rest mij niets dan je op te hangen. Ben je hier naar teruggekeerd om de strop te krijgen? U zult zien, gravin, waarom ik kwam. U bedenkt 3 proeven. Zo moeilijk als u wilt. En als ik ze niet oplossen kan, doet u met mij wat u wilt. Goed dan. Dit zijn jouw proeven. Als eerste ga je mijn liefste paard uit de stal stelen. Daarna ga je van mijn vrouw en mij, terwijl we slapen, het laken onder ons lijf wegstelen, zonder dat we dat merken. En bij mijn vrouw de trouwring van haar vingers stelen. Als derde en laatste ga jij de pastoor en de koster uit de kerk wegstelen. Weet wat je doet. Je haalt je heel wat op de hals. Ben ik zo duidelijk geweest? Het paard, de trouwring en het laken. Die 2 heren uit de kerk. Tot ziens, mijn beste graaf Gustaaf. Gravin. Jij bent de dochter van de graaf, toch? Josephine, nietwaar? Hoe weet u mijn naam? Voor een meesterdief is zelfs een naam niet veilig. Als kleine jongen was hij al zo'n slimmerik. Zonder dat... Wat je zegt. Het is zonde van hem. Morgen hangt hij aan de galg. Mannen, jullie zijn de sterkste en beste van mijn soldaten. En jullie plicht is... Onze heer en uw heer. Heel goed. Dan benoem ik jullie nu
tot groot lijfwachter van de grafelijke stalpaarden. Jij gaat hier op het zadel zitten. En jij? Jij houdt de edele staart van dit kostbare dier vast en nimmer meer loslaten. En jij? Jij pakt het hoofdstel met ijzeren vuist. En precies daar blijven jullie en jullie komen niet van je plek. Want dit paard is het pronkstuk van mijn bezit. Hebben we dat begrepen? Ja, meneer! Goed, ingerukt. In deze schuur zal het lot van die wetsovertreder al bezegeld worden. Kijk, elke steek moet je dubbel doen. De draad gaat van onder naar boven en dan door hetzelfde gat weer terug. En daar, kijk, daar komt dan een lusje en daar haal je een draadje dan weer door. Wat is er? Luister je wel? Natuurlijk luister ik wel. Kettingsteek, kruissteek, lange steek. Geef mij hier. Het spijt me echt, moeder. Ik heb geen talent voor borduren. Wat is er, mijn kind? Komt het nog steeds door die professor? Er is niets. Alles is goed. Robert. Moeder, hoe heeft u me gevonden? Vroeger verstopte je altijd hier. Als je iets uitgespookt had. Ach, wist u daarvan? Ik vind het hier altijd fijn. Robert, de graaf zal je aan de galg knopen. Wees niet bang, moeder. Ik weet wat ik doe. Ja, maar dit keer gaat het om je leven. Je moet weg. Alsjeblieft. In geen geval zal ik ervan weglopen. Ik zal doen wat de graaf me opdraagt en dan zal ik gaan. Doe nu, moeder. Wees niet bang. De lucht is zo droog hier. Dan is wijn wel een goed idee, toch? Wijn? Wijn, moeder. Een groot vat vol. Dat wil ik wel. Die dief is al zo goed als dood. Gustav? Ik maak me zorgen. Zorgen? Hoezo? Toch niet vanwege die dief? Nee, niet daarom. Ik maak me zorgen om Josephine. Die heeft haar pijn gedaan. Ik? Onzin. Ze heeft veel geleerd van deze professor. Ik kan haar toch niet als een proefkonijntje bij die man met die absurde ideeën achterlaten? Onzin is dat. Daarvoor is in ons huis geen plek. Zo, en nu gaan we slapen. Goedenacht. Goedenacht. Halt! Wie is daar? Ik zoek de weg naar... Halt! Blijven staan! Zeg, u gaat een oud omaatje toch niets doen? Op een koude nacht als deze. Kom maar hier, omaatje. En warm u in onze stal. Als u geen slaapplaats heeft, kunt u hier komen. Dank u. U bent zo goed. Het is lekker warm bij u. Ja, het is al goed, oud omaatje. Gaat u maar zitten. Wat heeft u daar in dat vat? In dit vat zit goede wijn. Voor geld en goede woorden geef ik u graag een bekertje. Nou, schenk maar in, omaatje. Als de wijn goed is, dan wil ik nog wel een beker. Daar moet u wel voor betalen. Ja. En de andere heren, een bekertje voor de eer?
is dat voor wijn? Nog nooit ben ik zo snel moe geworden van wijn. Wat bent u toch voor vrouw? Ja, dat is een paard dat hinnikt. Slaap lekker. Zeg eens, grafelijk stalpaard, hoe was je eerste nacht in vrijheid? Ik heb vannacht echt geen oog dicht gedaan. Maar ik geloof in onze jongen. Zee, hij kan deze proef toch nooit doorstaan. De graaf zal hem ophangen en het zal slecht met ons aflopen. Gustaaf, zie hier, uw kostbare bezit, uw paard, dat ik gisteren uit uw stal gehaald heb. En zie eens hoe lekker uw soldaten daar geslapen hebben. En als u die stal ingaat, zult u zien hoe comfortabel uw wachters het hebben gehad. Jij, deze ene keer is het je gelukt. Maar de volgende keer zal het minder goed met je aflopen, ik waarschuw je. Als jij mij als dief besteelt, dan zal ik jou als een dief behandelen. Ik weet het, beste graaf. Ik weet het. Josephine, zo gaat het niet. Je bent met je gedachten niet bij je werk.
Wel. Wat denkt u? Met welke truc heeft de meesterdief het stalpaard ontvoerd? Ik weet het niet. Ik wil het ook echt niet weten. En jij moet je daar ook niet druk over maken. Hij is heel anders dan wij. Denkt ook heel anders. Eigenlijk is veel op de wereld heel anders dan hier bij ons. Waarom zou ons dat interesseren? Het gaat ons goed. We zijn tevreden. De professor zei altijd, je moet geen angst voor het onbekende hebben. Je moet dat juist bestuderen en ervan leren. Wat heeft hij jou nog meer geleerd? Ja, moeder, het spijt me. Maar kijk hier, dat heb ik nagetekend. Uit een boek van de professor. En deze bladzijde heeft hij me gegeven. Wat zijn jullie aan het doen? Mijn jongen. Mijn grote jongen. Ik heb de eerste opgave doorstaan. Waarom is vader niet gekomen? Je vader vindt het... Hij is blij, net als ik. En hij is vol vertrouwen dat je het kan. Kan ik... Kunnen wij je niet helpen? Nee, dit zijn mijn opdrachten. Die moet ik alleen oplossen. Als ik toch iets wensen mocht, dan wil ik zo graag nog eenmaal uw rode vruchtengelei eten. Rode vruchten? Geen wijn deze keer. Soms snap ik niets van jou. Zo niet meer. Geen tranen meer. Mag zij die tekeningen niet houden? Zolang ze die rotzooi bezit, kunnen we haar die nonsens niet afleggen. Wat een mooie nacht. Bijna te mooi om te... Om te slapen? Van slapen kan vannacht überhaupt geen sprake zijn, mijn liefste. Ik heb alle deuren verzegeld en gesloten. Hij kan alleen door het venster. En als hij daar doorheen wil, dan schiet ik hem neer. Gustaaf, je gaat hem toch niet doden? Hier? Ik moet wel schieten. Deze man is een gevaar voor ons allen. Voor hem bestaat er geen wet of regel. En wat is een wereld zonder wetten, zonder regels? Hij is een dief. Een dief? Ja. Maar een gevaar? Natuurlijk is hij geen gevaar. Omdat het niet gaat lukken. Mijn leven, Gustaaf. Nee, Gustaaf, doe het Stil niet. Stil nu, verdorie. Nee!
hebt hem neergeschoten. Hij is een dief. Hij verdient niet beter. Waar is hij? Dat is een bloedspoor. Ik vind hem wel. Dood. Het was zijn eigen schuld. Hij vroeg er zelf om. En wat nu? Wat gebeurt er nu? Hij is dood. Daar doen we niets aan. Hij was meer een bedrieger dan een crimineel. Ik zal hem niet publiekelijk te schande maken. En ook met zijn arme ouders heb ik medelijden. Daarom begraaf ik hem. Voor de dag aanbreekt, buiten in de tuin. Geef me dat laken. Dan wikkel ik zijn lichaam erin en schenk ik hem eeuwige vrede. Begraven. Ja. Wikkel hem maar in dat laken. Weet je wat, liefste? Het is zo'n mooie nacht. En ik wil grootmoedig zijn. Geef me je ring. Die arme stakker heeft zijn leven ervoor gewaagd. Laat hem dat mee in zijn graf nemen. Leg die ring maar bij hem in zijn graf. Hij mag hem mee naar de hemel nemen. Een jager? Een jager. Tuurlijk. Er zijn veel jagers daarbuiten. Pas goed op jezelf, Gustav. Waar zit je dief? Gravin Greta. Ah, en goedemorgen, beste graaf Gustav. Wat is dit? Dit is toch... Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Jij bent dood. Ik heb je neergeschoten vannacht. U heeft mij niet neergeschoten. Maar die arme vogelverschrikker daar. Dat hij rustte in vrede. Ja, maar er was toch overal bloed? Overal? Dat was geen bloed, beste graaf. Dat waren rode vruchten. De allerbeste rode vruchten ter wereld. Hoe rode vruchten? Wat rode vruchten? Laat dat! Ga terug naar je kamer! Waarom? Omdat ik het zeg! Terug naar je kamer! Jij.
Met een listige en slimme, gewiekste dief ben je. Een schurk, een schobbejak. Maar de derde, de laatste, de zwaarste opgave, die moet je nog uitvoeren. Weet ik, beste graaf. Ik weet al te goed wat mij te doen staat. Uwe hoogheid. De ring. Het laken. Van wie heeft u dat gekregen? Van jou? Hij verscheen voor mij in jouw persoon. Hij wou het laken en de ring om de dief te begraven. In mijn persoon? Ik begrijp het. Ik begrijp het niet. Jij had hem net neergeschoten. Hij was dood. Je hebt jezelf voor de gek laten houden. Je bent voor de gek gehouden door het masker van de dief. Je hebt niet herkend wie er voor je stond. Ik ben je man, Grete. Ik! Ik was juist zo trots dat je barmhartig voor hem was. En als ik gemerkt zou hebben dat hij het was, wie weet wat ik dan gedaan had. Heer Robert? Hallo daar, meester dief. Veel geluk met de laatste proef. Dankjewel, Josephine. Het spijt me, ik moet nu weg. Wacht, ik ga mee. Mag ik u wat vragen? Het is... Hoe moet ik dat zeggen? Mijn vader en ik, wij... Hij begrijpt jou niet. Hij doet je pijn. Verbiedt je alles wat je wil. En daarom wil je weglopen. Het liefst vandaag nog, voor altijd. Ja. Precies dat wilde ik zeggen. Maar... En nu wil je weten hoe dat bij mij is gegaan. Toen ik weggelopen was. Toen ik net zo oud was als jij. Dat wil ik graag weten. In al die jaren, Josephine. In die lange tijd heeft dat waar ik als jongen voor weggelopen was, altijd in mij gebrand. Als een wond. En hoe ouder ik werd, des te meer heb ik beseft, op een dag moet ik terug. Naar deze plek. Om mijn wonden te helen. Wat voor wonden dan? Ik ben toen met ruzie van mijn ouders weggelopen. Ik ben voor mijn vader gevlucht. Ik moest wel terug. Om me met mijn ouders te verzoenen. Om van hen en van jouw vader de erkenning te krijgen wie ik ben. En wat wil dat zeggen? Voor mij? Gaat u hier blijven in mijn plaats? Dat moet je zelf beslissen. Niemand weet dat antwoord beter dan jij, Josephine. Mijn heren, alles is onder controle. Dit keer gaat het niet verliezen. Pastoor en koster laten zich in geen geval in de val lokken of ontvoeren. Mijn trouwste volgelingen zijn geen paard, zijn geen laken, zijn geen ring. Nee, deze dief mag dan een gewiekste, listige gezant van zijn vak zijn, maar jullie... zullen hem doorzien. Krabbetjes, wat wil je daar nou mee? Is hij nog steeds op zijn plek? Ik geloof het wel. Thank you.
Hier zijn je krabbetjes, Robert. Vader, u? Je laatste proef. Ik wens je veel succes. Ik duim voor je. Ach wat. Dat hoeft ook niet, want jij bestaat toch je vak. Duivels, dat doe je werkelijk. Ik ben heel trots op je. Trots? Op mij? Ja, zeer. Dat werd ook hoog tijd. Al die jaren dat je weg was. Zonder bericht. U. Ik kon echt niet anders. Toen. Een lange straf heb je ons opgelegd. Een zeer lange. Ja, ik weet het, vader. En ik heb u ook gemist. Toe, vergeef me. Pas nu dat ik zelf vader word, begrijp ik... Wat zeg je? Je wordt vader? Ja, één deze dag word ik vader. En u wordt grootvader. Je bent wie je bent en het is goed zo. Maar ga alsjeblieft terug. Zet niet nog eenmaal alles op het spel. Ga naar je vrouw, naar je kind. Je hebt een kamer bij ons. In ons hart. Ik kan nog niet gaan, vader. Ik moet het tot het einde brengen. Dat is mijn opdracht. Mijn jongen. Hé, hou op, is genoeg! In essentie is dit je reinste vrijheidsberoving. Beste graaf. Waarom die balken? De deur zit al op slot. Waarom heeft u niet één keertje wat meer vertrouwen? Vertrouwen is goed, controle is beter. De dief is de weg naar Pastoor en Costa versperd. Daar, nog een balk. Oh! Au! Oeh! Oh! Josephine? Moeder, ik moet met u praten. Ik wil dit onderwijs niet meer. Ik wil dat doen en leren wat me werkelijk interesseert. Dat moet je ook, mijn kind. Ik zie toch hoe je lijdt. En je bent absoluut geen goede naaister. Maar... Ik kan je deze dingen niet bijbrengen. Zal ik nog eens een keertje met de professor praten? Maar papa dan? Dat druist in tegen al zijn regels. Regels zijn niets waard als je ze nooit bijstelt. De professor woont niet ver van hier. We kunnen vandaag nog gaan. Deze keer zal die schoft niets uitvreten. De strik van de strop zal zijn bruid worden. En het gekras van de raven zal zijn muziek zijn daarbij. Want morgen is het met hem gedaan. Vermomd, hè? Thank you.
ons in het donker te verstoppen. Wat voor een onzin. Wie kan ons dan ooit stelen? Of ons bij de neus nemen. Alsof wij niet een dief van een boerenvrouw... Of van de graaf, hoogst persoonlijk. Of van de almachtige kunnen onderscheiden. Hoor mij aan, volgelingen, uw zondige mensen. Hoort u mijn stem? Ik roep u vanuit het donker naar het eeuwige licht. Wat is dat? De geesten van de doden. Het einde der tijden is gekomen. De jongste dag breekt aan. Het jongste bericht voor de levende en doden. Het jongste bericht? Zonder morgen, het einde van de wereld. In godsnaam. Ziet u dan buiten op de begraafplaats de doden wandelen. Zij zijn hun beenderen aan het verzamelen. Ik ben Petrus. Het is zover, het einde der tijd, het eind van de wereld, de jongste dag. Met mij naar de hemel wil, die kruipt in een zak. Ga met mij, zo komt u in het hemelrijk, het paradijs. Ja, ik hoor u, Petrus, de hemelpoort, ze wordt geopend. Het paradijs. Het wacht op ons. Het is toch geen zonde de gelegenheid te gebruiken om samen op eenvoudige wijze in de hemel te komen? Dat is mijn gedachte geweest, precies mijn gedachte. Het is allemaal in orde. Plaats rust. Dit is een zaak voor de geestelijkheid. Bid u verder. U kunt nog slechts bidden. De wereld gaat ten onder. Kom. Kom en kruip in de zaak. O, heilige. Voor u staan pastoor en koster. Wij zijn gekomen. Zijn hier. En willen met u naar de hemel. Wij zijn de waardigste. Onder de zondaars. Goed, goed. Pastoor en koster, als u met mij naar het hemelrijk wilt, kruip dan in deze zak. Daarin gaan we dan zo naar de hemel? Ja, hoe anders? Gaat u eerst, oh, ik pastoor, ga goed, goed, u mag voor. De wegen des heren zijn ondoorgrondelijk. Dat zijn stenen. En nu gaan we over de bergen. Naad! Dat is naad! Nu gaan we dwars door de wolken. En wat nu? Wat gebeurt er, zeg? Nu klimmen we de hemeltrappen omhoog en zullen zo direct bij de poort aankomen. Hoor toch hoe de engelen van blijdschap met hun vleugels slaan. Josephine, hey, wacht nou. Greta, je wilt toch niet? Hey. Josephine? Greta? Waar zijn jullie? Goedemorgen, mijn beste graaf Gustav. Het is gelukt. Ook de derde proef heb ik doorstaan. T-
doorstaan, maar hoe? Uw pastoor en koster liggen in een zak, boven in de duiventil. Ik heb ze uit de kerk gestolen. Ze wanen zich nu in de hemel. Heel grappig. Nee? Overtuig u zelf. Ziet eruit als onze graf. God ziet eruit als onze graf. In godesnaam, ik ben jullie graf. Je bent een aartsdief. Charmant. Moedig. Listig. Je hebt alle proeven doorstaan. En gewonnen. Alle respect. Hij heeft als belogen en bedrogen. En heeft zich vermomd, u mijn welgeborene. U moet hem wel ophangen. En gauw, de vlees geworden onbeschaamdheid is hij. Om ons er zo in te laten lopen. Graaf houdt zijn woord. De dief heeft de proeven doorstaan als een echte meester van zijn vak. Hij heeft alles afgepakt. Alles waarvan ik dacht dat niemand het afpakken kon, maar dat is niet de waarheid. De waarheid is het enige belangrijke voor mij ben jij. En natuurlijk je moeder. En jullie wil ik in geen geval verliezen. En zoiets kostbaars moet je niet zomaar op de grond laten liggen. Meent u dat echt? Josephine, je moet kunnen leren wat je wilt. En wij zullen onze dochter daarbij begeleiden en ook nieuwe dingen leren. Dank u, vader. Moeder, dank u. Waarop wacht je nu nog? Je kunt gaan, meesterdief. En laat je nooit meer in mijn graafschap zien. Want als je hier weer komt, dan krijg je wel de strop. Uw wens is voor deze eenmaal mijn bevel. Beste graaf. Nog één ding. Zeg je ouders maar dat ze trots kunnen zijn op hun zoon. Dagen. Dat gaat helaas niet, moeder. Ik moet gaan. Maar kom ons opzoeken.
Mijn vrouw vindt dat ook leuk. Doe haar veel liefs van ons. En een dikke kus voor ons kleinkind, ja? Voor onderweg. Dat knoestige boompje geeft wel goede vruchten. Tot snel. Dag, Johan. Zoon. Wat is hij mooi. Hallo. Ik ben je vader.